Het is tijd om twee keer mijn Hero SBC te openen. Vorige keer had ik echt een vreselijke hero, dus vandaag gaan we op zoek naar iets goeds. Doe vast even een duimpje omhoog voor deze video, abonneer even op mijn YouTube kanaal. Meer dan de helft van de kijkers is niet geabonneerd, doe het even, anders wordt Jog boos. 120.000 abonnees wil ik behalen, alvast bedankt. Nee, maar zonder dolle, we gaan mijn Hero SBC nu zo gelijk direct openen. Dit is het team wat ik op dit moment heb. We hebben Marcos Llorente, die evoluties gekocht. Ik dacht eerst even dat je al een bepaalde rang hoger dan was, maar nee, dat is helaas niet. Je moet ook echt nog voor werken ook, helaas. Maar voor de rest hebben we dan Hakimi even. Die hebben een untradeable in het team gezet. Cancelo hebben we dan even als linksback. Militao kunnen we nog verkopen, maar is niet nodig. Griezmann hebben we untradeable. Eigenlijk het hele team is untradeable, behalve Militao. Dat is de enige die we nog kunnen verkopen. Laten we even in Footbin kijken naar de heroes die we kunnen packen en waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Oh ja, voordat ik het vergeet. Trust zou het heel erg leuk vinden. Mijn partner, Trust. Als jullie even een kijkje nemen op hun eigen website of die van bol.com bijvoorbeeld. Ben je op zoek naar een hele mooie gamestoel, straks voor kerst of gewoon überhaupt nu voor het nieuwe gameseizoen. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe headset, nieuwe stoel of wat dan ook. Neem even een kijkje en klik op een van die linkjes. Dus heel erg blij mee zijn. Dan gaan we even naar FUT Heroes. Vorige keer had ik natuurlijk Kanu. Inderdaad de eerste Okocha. Maar als we op rating selecteren, het is max 86. Dus iedereen die we hier zien kunnen we niet packen. Ja, dan zit het toch in deze categorie. Kijk, die Sahid, als je die packt. 85 rated, 540k. Maar de kans dat we iets zieks packen. Kijk, die Riese zou ik ook bijvoorbeeld wel willen. Prima linksbacky. Ledley King. Ledley King, serieus? Kan ik Militao verkopen, dan zou ik heel blij zijn. Kapte Fila ook, die had ik vorig jaar gepakt. Gofu ook prima. Wie is nog meer wat waard dan? Robbie Keane, 300k. Brolin, oh die is zo irritant. Die Brolin. Nou oké, die jongens die ik net heb opgenoemd, zou ik heel erg blij mee zijn. Kewel kunnen we niet pakken. Oh, Kewel. Kewel zou ik ook heel vet vinden. Die vind ik echt goed. Oké, nou ik heb ze opgenoemd die ik zou willen. We gaan ze dan open, dames en heren. Het is tijd. Ze staan hier klaar. We hebben ze beide al neergezet. We gaan een van die twee openen. Links of rechts? Ik denk rechts. Laten we gewoon gaan klikken. Het is spannend. We kunnen niks meer veranderen. Het is. Wat is dit? Oh, dit is Keen volgens mij, of niet? Ja. Oh, ik zeg het net nog. Roy Keane of Kewel zou ik ook heel erg vet vinden. Ja, dit is top. 300k voor Roy Keane. Of Robbie Keane? Wat is het nou? Ja, fucking slechte naam. Volgens mij is dit Robbie Keane. Oppas. Laten we even kijken naar zijn profiel. Wat heeft hij als trades? Boogballetjes. Nou, daar heb je niet echt veel aan. Tottenham heeft hij altijd gespeeld, toch? Hoog aanvallend werktempo. 4-4. Dit is op zich een prima kaart. Heerlijke kaart, Pus. Winkel wordt bijgewerkt. Standaard hero pakket. Ja, ik zou nog Ramirez willen. Of Ledley King. Er is geklikt. Het is Portugees. En dan zien we een kam. En dan is het vreselijk. Wie is dit? Rui Costa. Rui Costa. Dat is mijn eerste icon die ik ooit heb gekocht. Is Rui Costa. Oh, wat was ik blij toen ik hem kocht. Ja, die stature. 83 snelheid, 80 shooting. Pas, hier worden we niet blij van. Yo, ik heb zoveel lane spelers, joh. Dat is niet meer normaal. Ik kan geen uitweg meer vinden. Rui Costa. Ja, deze gaan we echt niet opstellen. Hoe pijnlijk het ook is. Maar die Roy Keane, die zouden we op zich erin kunnen knallen. Maar voor wie? Voor wie? That's the question. Ik denk dan toch voor Griezmann of zo, ja. We gaan hem sowieso even testen in deze video. Rui Costa niet, want ja, dat wordt toch nooit wat. Onze tegenstander, hij heeft Blanqui, Alisson. Maar dat is een prima team. Hij heeft wel geluk met... hij heeft Ramirez en Saïd. Of hij heeft echt packluck gehad uit zijn SBC's. Of hij heeft gewoon wat coins te spenden. Gaat hij Llorente? Ik heb dan nu al een fantastische kaart. Als Diaby nu maakt, dan heeft hij al een assist. Maar nee, dat zit er niet in. Ik vond hem altijd best wel goed. Voorgaande FIFA's ook. Kijk, hij is best wel rap. Ook al heeft hij maar 87 pace. Dit doet hij fantastisch. Waar is Llorente? Naar Dembele. En dan is dit een assist als hij hem nu maakt. Kom op, doe het goed. Dembele, doe het goed. Het gaat wel lastig worden hoor. 20 assists. Llorente naar Son. Ah, oh, dit is buitenspel. Of niet? Dit is buitenspel. Dit was de assist. Dit was de goal. Maar onze grote vriend Sonny. Net buitenspel. Nu dan Llorente. Nu een assist op Keane. Dit zou wat zijn. Ah, waarom lukt het nou niet? Misschien moet ik eerst gewoon even normaal 1-0 voorkomen. Dan wordt hij wat lakser en dan gaat het allemaal wat makkelijker. Nu dan. Llorente, schiet hem dan maar gewoon. Zelfs dit lukt niet. Hij kan ook geen goals maken. Ik heb niet eens wat aan een goal met hem. Nee. Ja, dat krijg je. Dan ga je ook nog achterkomen ook. Niet bezig zijn met Llorente. Dan gaat het altijd mis. Gewoon even die rust in je pan krijgen. Gewoon normaal spelen. Ja, ik heb het echt aan mezelf te danken. Ik kan niet de enige zijn die dat ook heeft. Als je dan te gefocust bent om een doelstelling of iets te halen. Waardoor je eigenlijk je hele spel verneukt wordt. Gaat hij, Llorente. Kom maar, leg hem af. Leg hem af. Roy Keane, nu dan. Nu dan. Dit is jouw moment. Maar... Son, nu dan. Ja, dit is een mooie actie. En dit is een goal. Dit is de 3-1. Geen assist, maar who cares?
Jezus, Mina. Die kerel, die Said met zijn rechter. Ja, deze pot kunnen we waarschijnlijk niet meer winnen. Dus dan moeten we echt gewoon voor die assist gaan. Het is winnen en assisten volgens mij voor die challenge. Maar dit is echt een trieste tegenstander. Dan gaat hij ook nog expres dit, zo heet het, doen naar zijn keeper. Om mij die assist niet te gunnen. Om mij die assist gewoon niet te gunnen, gaat hij gewoon fucking triest spelen. Yo, geef mij gewoon die assist, man. Wat is je probleem? Hier, nu. Nee! Fluit die af! Dit was het ideale moment. De keeper uit het hok. Je had een trieste gast, jongen. De laatste 10 minuten alleen maar terugkoppen naar je keeper. Oké, dit is onze tegenstander. Hij heeft Puskas, Fowler. Waarom speelt hij met die rechts buiten? Puur voor de... Ja? Voor de dinges? Zo moeie van. Doodmoeie van, pas. Schiet een actie. Maar nu. Ja, dit is zo moeilijk. Geef maar eens bewust een assist constant aan iemand. Dat is gewoon niet te doen. Nu dan. Ren dan eens er doorheen, man. Goed, Jorente. Dit is een goed moment. Goeie actie naar de achterlijn. En dan geef hem tweede paal. En is die de goal. En de assist voor Jorente. Oh, wat hebben we er lang over gedaan. Frustraties. Zware momenten. Maar dit voelt echt alsof je een icon hebt gepakt. Jezus, zoveel ruimte daar vrij. Je hoeft hem maar breed te leggen en hij zit. Goh. Yu Ming Son is zijn naam, dames en heren. Niet ouwe hoeren met Son. Dit is zo triest, jongen. Waarom heb je dat nodig om te scoren? Een vieze kick-off glitch, jongen. Oh, wat is dit dan? Dit is ook heel nep, hoor. Ja, kijk, hier kan ik vrij weinig aan doen. Maar deze redding, die had best wel een redding mogen komen. Oh, dan gaat hij weer met zijn vieze, trieste kick-off glitch. Tuurlijk. Ja, wat. Oh, man. Oh, wat is dit? Wat doet die keeper? 28e minuut, 4-3. Dat is toch niet normaal? Nu dan. Assist ook nog van Jorente en het is Roy Keane. Hij maakt wel echt alles heerlijk af. 4-4, 35e minuut. Ja, en nu denkt hij dat hij weer die vieze... trieste kut glitch kan doen, maar nu heeft hij pech. Triest ventje, zeg. Echt waar. Soms sta ik echt op het punt om dit spel echt, zeg maar, uit mijn PlayStation 5 te trekken en dan ritueel te verbranden. Nu dan! He. Lekker zeg, 5-5. Eigenlijk slaat het gewoon nergens op. Ga maar weer, die kut kick-off. Ja, tuurlijk. Doe het maar, ik was het weer vergeten. Natuurlijk! Jezus, wat is dit triest, zeg. Nu dan. Son, daar gaat hij. Wat doet hij? Hij doet het. 6-6. Oh, wat hoop ik dat ik deze pot ga winnen. Kom op, goede aanval dit. Roy Keane, Robbie Keane, hoe heet hij? Het maakt me niet uit, maar hij moest deze maken. En Beland, schitterende actie alsnog. Ja, dit is hem. Oh. Schiet hem erin. Kerel, voor je goede rechtervoet, man. Nee, 2 minuten erbij. Dan kan hij nog een keer ertussenuit. Dat zou het zijn met De Bruyne. Daar gaat hij. Kevin De Bruyne. Op 1. En wat doet hij? Nee, Keane. Schiet. Oh, wat is dit een domme uitgespeelde aanval. Ontzettend dom. Hij wist dat ik hem ging afleggen. En dan alsnog Dembele. Nee, dit is de domste keuze die ik ooit in mijn leven heb kunnen maken. Waarom ga je niet gewoon zelf met De Bruyne? Man, ik ben weer 20 jaar oud geworden in deze 45 minuten in mijn leven. 2 assists. Oh, dus je mag er gewoon meerdere in 1 wedstrijd maken. Dat scheelt. Oké. Nou, nog geen overwinning. Jog moet weer aan de bak. Veel ruis deze week spelen, want ik wil... ik wil echt elite divisie halen. Oh man, dit had al minimaal 1 overwinning moeten worden. Oké, mensen, ciao. Vaarwel, bye.